We hebben nog ruim 1 minuut. En atleten, jullie lopen 3 rondes. 3 rondes door Gramsbergen. En ze zijn vertrokken. 27 atleten voor hun 3 kilometer. 3 kilometer door Gramsbergen. Ook voor jullie, de laatste ronde gaat nu in voor jullie. Laatste ronde in die final tour. Laatste ronde, 1 kilometer nog. Renier de Boer, Zennehammer is in Brimbeen, Uitzerwolde. Hier de winnaar wordt gevonden door Renier de Boer. En er zitten dus maar 2 seconden tussen, hè. Heeft hij nog best ingelopen, 1 ronde, 2 seconden. Volgende ronde had hij hem gepakt. De Rico Kleine, Overveen. Boegensteen komt over de finish in 10 minuten en 31 seconden. Gevolgd door 417. Ja, dat is het. Alwin Huisjes. Mooie tijd, Alwin. 12 minuten en 39 seconden. Michael Behrens. Michael. De man met 406. Tycho de bal. Daar komt hij. Wees niet te stuiteren. Daar komt hij. Stop maar, Tycho. Je bent binnen, jongen. In een mooie tijd. 13 minuten, 30 seconden. Ah, dat is mooi. Tycho de bal. Gramsbergen. In een mooie tijd, Thijs. Oh, 14 minuten en 23 seconden. Zag je die grijns op zijn gezicht, hè? Oei, om bang van te worden, hè? Thijs Jurebol. Onder de 2 dames. Isa en Roy Boonstra. Maar het is Isa die de snelste dame is. Roy loopt nog even een beetje in zijn weg, denk ik. Met zijn 2 Boonstra's, dat kan haast niet anders. Maar dan is ze Isa Boonstra, de snelste dame van vandaag. De laatste meters, de laatste 50 meter. En de handen mogen omhoog. En hier mogen de handen op elkaar bij de finish mogen. Want het is Brit. Brit die gewoon naar die tweede plaats snelt, hoor. Ah, Brit, gefeliciteerd. Een prachtige tijd zit er aan te komen voor jou. 18 minuten en 33 seconden. Snelle mannen zien we. Snelle mannen aan het parcours. Ah, dat is mooi. Daarom staat de jury binnen klaar, de hoofdjury. Klaar, we hebben nog 1 minuutje. Er sluit nog mensen aan in die hele grote groep. Een hele grote groep van atleten. 226 atleten gaan van start aan deze 5 kilometer Lestadloop. Lestadloop wordt voor de 18e keer georganiseerd. Onderdeel van de feestweek, welke voor de 47e keer al plaatsvindt in Gramsbergen. Het parcours is een parcours van exact 2 ronden en het meet ook exact 5 kilometer. Ja. Willen jullie al water of niet? Oké, ze zijn van start. Maar liefst 226 atleten zijn vertrokken voor hun 5 kilometer. 5 kilometer hardlopend door Gramsbergen. Liane van der Bout, vandaag is ze jarig en ze is ook parcoursrecordhoudster op deze afstand. En we houden haar in de gaten. Ze stond op de voorste rij om te vertrekken en ze is vertrokken samen met 226 atleten aan de start van deze 5 kilometer. Het is nog open, dus we willen jou verenigen in versnellen zou ik zeggen. En we zien doorkomsten, doorkomsten van hardlopers. 605. Jan Hossing, Marco Worsum, hallo doorkomst. Jan is nog 1 ronde. De laatste ronde, oh, heel groot, 2 ton lopers. Kom Steel Salomons, Jan Schutte, Robert de Rauw, Jos Gerrits, Roman Koelering, Jeroen Wijnkamp. Nummer 1 komt eraan. En hij zal gaan, komt hij onder die 1556. Je hebt nog 3 seconden, nog 2, oh! 15:58, daar zit hij de gewone oorstel. Ah, we lopen door, we finishen, kom maar, finishen. Ah, dat geldt voor Niels Landiaal, hey Vistenbos. Namens 40 plus, Fiona Tienoverak, prijsuitreiking. Jouw tijd 32 minuten en 50 seconden. Richting, als u binnen in de tijd van 33 minuten en 12 seconden. Binnen in de tijd van 28-27 uur. Dit is de finish, je ziet ze hebben. Met 88. Ja hoor, deze man is erbij. Sandra Beers, prachtige lopen Sandra. 29-27.
om ons door Johan te stikkeren. Ja, maar heel goed mee. Maar die zijn het is dan Hans Schuurman. Als je bent eerste, ben je dan van de 50 plus op de 5 kilometer. Als 10 over 8 prijs uitreiken. Ligt dat loop, Gramsbergen. En de snelste dame komt ook in Gramsbergen. Isa Boonstra, 17 minuten en 46. En ze is daarbij ook de snelste Gramsbergse. Goed zo, fotografen, schiet uw plaatje. 30 seconden, maar de man die vanaf kop aan voorop boven vooraan liep, en Vrumbeen uit Zuidwolde, 10 minuten en 11 seconden. 3:23, jouw kilometertijd, jongen. Twee weken geleden de Antwerps nog bedwongen, maar vandaag hier dus de snelste is Gronsbergen is bij de heren 50 plus. Lamco Onzebos in de tijd van 17:28. Dan komen we weer terug bij Bergendijn. Erik Hering onder de 20 minuten, 19:41. Snelste man bij de heren 40 plus. Nou is dus achter nummer 3. Achter nummer 2, Gerben Joestra en William achter nummer 1. Maar de man die net geen parcours record liep, net niet, 4 seconden erboven. Hij was wel dondersnel, William van Eken uit Interbeck. Zijn tijd 16 minuten rond. En de snelste dame van vandaag bij de dames 40 plus, Fiona Grodon. 22:50. Oké, dames, fotografen, zien op uitslagen.nl. En daar komt ze. Enkel wacht nog even met de prijsuitreiking. Diane van der Belt gaat wel op één staan. Ga er maar op staan. Lieve mensen, ze is vandaag jarig. En we gaan even voor haar zingen. Lang zal ze. Lang. Hey, bij de wiep! Hey, bij de wiep! En laatste keer, hey, bij de wiep! En dat is mooi, loop je op je verjaardag ook nog een parcours door. Wat wil je nou meer? En als ze beloofd, hè? Ik kom wel op mijn verjaardag, geef mij het mooiste cadeau, een nieuw parcours door. 17:22. Oké, fotografen, schiet uw plaatje. Of wel met elkaar aan. Hartstikke goede link toch? Dan vraag ik Jan-Luc inderdaad van de KWF naar voren. Een beetje bij elkaar. Van 10 kilometer. We hebben 4 rondes van 10 kilometer. Esther Veldlovens, u geeft uw stokje over in de bocht. U vindt het wel als u de stokje gehad hebt. En degene die het nieuwe stokje gekregen heeft, loopt gewoon een volle ronde. Links van de straat blijven lopen. Atleten, wij zijn zover. Heinze Veld signaal is bindend. En dan gaan we van start met de 10.000 meter. De laatste afstand hier van de Lestadloop, van de 18e Lestadloop hier in Gramsbergen. Oké, we zijn gestart met de 10 kilometer. De laatste afstand van deze prachtige avond. Van deze mooie sportavond hier vandaag. In Gronsberg, ook de 10 kilometers. Ook de klompenwagens, de klompenlopers zijn gestart voor hun 10 kilometer. Thank you.
4000 euro. 10 kilometer in een prachtige tijd. Richting de finish. Hij komt richting de finish. Het kloppenteam 2 is binnen. En bij het kloppenteam 2 hebben we dus alle lopers gehad vandaag. Maar liefst 710 lopers. Vierde Brugge. Mieke Meiling. 48-04. En ja, dat was de eerste. Eerste doel. Voor de vragen. En dan gaan we van Hoeveren de landsgrens over. Gaan we naar Emmigheim. En dan wordt René Nolting, nummer 1. René Nolting, 39-38. Marman die vraagt als was bij de heer Vierde Plus. Van Meppel, Erwin Akkerman in de tijd van 33-45. 10 kilometer. En natuurlijk de bonus van de eerste toekomst. Oké, en moet ze weer de voorraad geven. Ja, 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 ja. Dus dat is de glas van vandaag. Stefan. En de winstrijder en de trofee voor het nummer 1. Alles is hier mogelijk in de kans te hebben. Argenix, al mijn kamer vast. En de bus is al mijn kamer vast.